organiseren jullie hier in Doornwijk? Nou, we hebben hier onze Summer Event. Dat is een jaarlijks event waarin partners en klanten samenkomen om met ons de start van de zomer te vieren. En deze keer hebben we dat aangevuld met de finale van de start-up competitie die we ieder jaar hebben. Waarom zijn start-ups zo belangrijk voor Dell? Nou, start-ups zijn belangrijk omdat het ons helpt in het nadenken over innovatie. En innovatie is altijd de bron voor ontwikkeling voor heel veel bedrijven om ook echt groot te worden. Als we hier vandaag de innovaties voorbij horen komen van deze nieuwe start-ups, dan hoop ik ook dat de mensen die hier zijn heel geïnspireerd raken en iets met deze hele goede ideeën gaan doen. Dus welke rol heeft de channel binnen Dell op dit moment? Channel is key. Channel maakt een onlosmakelijk onderdeel van onze volledige strategie. Onze go-to-market strategie en we kunnen niet zonder. Partners die zijn gewoon van wezenlijk belang voor het succes, voor de groei, voor de ambities die wij als Dell hebben. Hoe is het afgelopen jaar geweest met de Channel Partners? Hoe heeft de hele Channel zich ontwikkeld via het Partner Direct programma? Het Partner Direct programma dat heeft zich dusdanig ontwikkeld dat partners, dat we een steeds nauwere samenwerking met partners zijn aangegaan. Betekent ook dat wij vanuit het programma een aantal nieuwe initiatieven en een aantal benefits hebben toegevoegd aan het programma om partners nog beter te doen binden aan Dell. Daarnaast hebben we natuurlijk in het afgelopen jaar een aantal distributeurs extra onboord, wat uiteindelijk ook ons ruimte geeft om de volledige markt, de hele partnermarkt te kunnen bedienen. Zodat we ook in de breedte ons verder kunnen focussen. Dus dat helpt ons om onze groei ook aan die kant verder invulling te geven. Zo, hoe is de relatie met Dell veranderd sinds jullie hier Premier Plus status hebben gekregen? Ja, we zijn sinds 2 maanden Dell Premier Plus geworden. Dat is eigenlijk de allerhoogste status die je kunt krijgen bij Dell Europa. Nou, vorig jaar zijn we al Dell Partner of the Year binnen Europa uitgeroepen. Binnen de 3 jaar dat we nu in de channel samenwerken met Dell, heeft deze status ons natuurlijk gigantisch gebracht. Wat zijn jullie verwachtingen rond de Dell Business? Nou, als je kijkt naar het hele Dell-portfolio, het is een beetje een moeilijk op het moment. Hè. Printing hebben ze afscheid genomen, software hebben ze afscheid genomen, EMC komt er weer bij. Maar als ik puur kijk naar het segment waar Centerpoint sterk in is, aan de ene kant online, aan de andere kant business solution met Ronald Edeveen in de corporate enterprise en public markt, kunnen we met het nieuwe portfolio van Dell eigenlijk elke klant bedienen. Aan de notebookzijde zeer heel veel mooie producten. Op de clients, dus gewoon de desktop, ijzersterke line-up, monitoren. Nou, dat weet je, wereldwijd nummer 1. Dat zien we ook bij ons. Dat groeit heel goed. En in het corporate segment, ook met de enterprise producten, server storage networking, gaat het heel goed. Welke rol spelen startups voor jullie? Want Dell investeert ook heel veel in startups. Hoe kijkt Centerpoint daarna? Ja, als je kijkt naar start-ups, het is toch een beetje het hot item op dit moment. Elke vendor is daar wel mee bezig. Nou, wij als Centerpoint zijn een technologiebedrijf. En ik maak persoonlijk heel veel gebruik van start-ups. Juist omdat het jonge, innovatieve bedrijven zijn die nog met je willen praten, die ook nog kunnen samen ontwikkelen. Dus ik werk heel graag met start-ups, maar niet met de zolderkamer jongens. Dus het moet wel jongens zijn die eigenlijk in de second phase start-up zitten en die wel de kracht en de power hebben om in die maturity fase terecht te komen. Hoe is de relatie met Dell veranderd sinds jullie Premier Plus status hebben? Nou, ik denk dat de relatie alleen nog maar meer hechter is geworden dan dat die al was. En we zijn een grote Dell-partner, diverse keren Partner of the Year, Nederland, EMEA. En met dit programma hebben we gewoon meer mogelijkheden om nog meer market share en ook wallet share met Dell te gaan doen. Hoe zie je de toekomst met Dell? Want er gaan een aantal dingen veranderen. Onder andere een enorme overname van EMC door Michael Dell en een aantal investeerders. Ik begin een beetje te glimlachen door die overname. Kijk, wij zijn met een hele goede band en omzet met Dell. Maar we zijn ook partner of the year natuurlijk met EMC. En we hebben een hele grote omzet en status met VMware. Dus als je die zaken combineert is het alleen maar heel mooi. En ik heb Michael Dell nog gesproken in Phoenix eerder dit jaar in maart. En daar hebben we het erover gehad dat het een hele strategische en aanvullende acquisitie is. Die voor ons als partner in de markt alleen maar heel mooi is. En wij zijn een van de zeer weinigen die al die 3 merken heel strategisch voeren. Hoe kijk jij naar die hele start-up business en ook onder andere van naar Dell? Ik vind het heel interessant. Ik ben ook altijd verbaasd wat men allemaal kan verzinnen en hoe men het ombouwt in technologie. Dus dat is heel mooi. Geld verdienen doe je daar wat minder mee. Nou, mijn belangrijkste taak is in eerste instantie zorgen voor de continuïteit en geld verdienen. Maar vanuit veel van onze divisies werken wij heel veel met start-ups samen. En daar kunnen we ook weer bepaalde diensten aan leveren om hun verder te helpen. Dus ja, heel interessant. En ik denk heel leuk wat Dell ook doet. Dat is een van de weinigen van de traditionele IT-bedrijven die dit soort dingen op die manier promoten.